Welkom. 70 jaar herdenken, 70 jaar bevrijding. Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Vandaag herdenken we de slachtoffers die in Onstwedde zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de overige Nederlandse slachtoffers, mannen, vrouwen en kinderen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen of in andere oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen. Op de algemene begraafplaats zijn we gestaat met het aansteken van kaarsen bij de graven van de Engelse strijders Brown en Sparrow. Daarna een kort gedicht en vervolgens zijn we in een tocht langs Luringstraat 25, Dorpstraat 38 en Dorpstraat 27 gelopen. Voor de woningen op deze adressen zijn onlangs stolpersteunen geplaatst. Kleine herinneringssteentjes met daarop de naam, geboortedatum en datum van overlijden van de Joodse Onstwedders die hier wonen bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog. In een korte samenvatting hebben we geluisterd naar hun verhaal. Verhalen die verteld moeten blijven, die we niet mogen vergeten. Stilstaan bij hun angst, verdriet en onvrijheid. De onvrijheid die zij hebben gevoeld, is immers niet van iedereen. Maar de vrijheid is van ons allemaal. Dat we vanavond met zoveel mensen, jong en oud, samen zijn in verbondenheid, is prachtig. Het eert en waardeert een leven in vrijheid. We mogen ook trots zijn op de verbondenheid en betrokkenheid in Onstwedde. Samen hebben we ervoor kunnen zorgen dat we vanavond een prachtige naamplaat mogen onthullen met de namen van hen die we niet mogen vergeten. Puur bijeengebracht, de gulle giften van u allen. Laten we overgaan tot het onthullen van de nieuwe naamplaat. Dit wordt gedaan door Geert Vos. Neef van Geert Vos, die op 21-jarige leeftijd waarschijnlijk omkwam bij een bombardement op Osnabrück. Na 7 maart 1945 is niets meer van hem vernomen. We willen de slachtoffers herdenken door hun namen te noemen en hen tijdens 2 minuten stilte te gedenken. Ik zal de namen noemen van de slachtoffers die een relatie hadden met Onstwedde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Harmanus Haan, 31 jaar. Jan Hidding, 22 jaar. Lammert Kiewiet, 29 jaar. Jacob Korsen, 28 jaar. Jan Lukens, 24 jaar. Jacob Meijer, 77 jaar. Mozes Meijer, 32 jaar. Salomon Meijer, 65 jaar. Samuel Simon Meijer, 84 jaar. Schoontje Meijer, 68 jaar. Simon Meijer, 34 jaar. Carolina Meijer Jacobson, 64 jaar. Herbert Menkel, 24 jaar. Karel Menkel, 58 jaar. Carolina Menkel van den Berg, 53 jaar. Hendrik Nobbe, 30 jaar. Roelf Nonden, 21 jaar. Dirk Ossel, 42 jaar. Johannes Tipke, 25 jaar. Geert Vos, 21 jaar. Harm Wessels, 25 jaar. Jan Bever, 31 jaar. Geallieerde strijders die in Onstwedde begraven zijn: Victor Gordon Brown, 21 jaar. En David Alistair Sparrow, 21 jaar. Allen kwamen om het leven in Onstwedde, op het eiland Wangerooge, in concentratiekampen te Sobibor, Auschwitz of Bergen-Belsen, bij bombardementen bij vliegveld Limburg en Osnabrück of in Smeerlingen. Ilse de Jong en Riet Wub zullen nu het gedicht 2 voordragen. Dominee Noorlander zal vervolgens een korte overdenking houden. Daarna zal Roef Klap het signaal tattoo blazen. Als de klok 8 uur slaat, nemen we 2 minuten stilte in acht. 2. Neem 2 uren, dagen, maanden of jaren. Zomaar los, uit de geschiedenis. Geen betekenis, niemand weet ze, niemand kent ze. Eeuwen voorbij gegaan.
wachtend op de zon die de dag verlost. Tot de dag komt dat tijd 2 minuten stilstaat. Duizenden kinderen, vaders, moeders en grootouders in gedachten verlost. Zij leven verder in gedachten, meer dan 2 minuten. Mei 2015. Dodenherdenking. Wij herdenken hen die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. Hun leven was de prijs voor de vrijheid waarin wij nu zijn. En of dat nu was omdat zij in het verzet zaten en verraden werden, of dat ze gewoon tegen de lamp zijn gelopen, of dat zij omkwamen bij verdediging van stellingen, of omdat zij als onschuldige burgers zijn omgekomen bij gruwelijke bombardementen, of zij nu gefusilleerd werden als saboteurs. Ze werden neergeschoten bij vergeldingsacties. Of zij nu opgepakt zijn omdat zij simpel Joden waren en in de concentratiekampen in de gaskamers koelbloedig zijn gedood. Of dat zij gestorven zijn door tekort aan voedsel en medicijnen. Het zijn allemaal mensen die omgekomen zijn in die verschrikkelijke oorlog en in dankbare herinnering gedenken wij hen die het hoogste offer brachten. De laatste tijd is ook met het oog op onze jeugd en onze jonge mensen die de oorlog slechts kennen uit verhalen en geschiedenisboeken, deze 4 mei, deze dodenherdenking uitgebreid tot een herdenking van allen die op welke wijze en op welke plaats dan ook en waar ter wereld hun leven gaven in dienst van de vrijheid, in dienst van het vaderland. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook allerlei vrijheidsidealen hebben mensenlevens gekost. Ik denk aan de diverse vredesmissie. Kortom, overal waar het gaat om vrede, om mensenrechten, om het bestrijden van onrecht. Het heeft altijd weer mensenlevens gekost. Wij gedenken al die gevallenen met ere. En laten we eerlijk zijn. Wij gedenken hen veel te weinig. Wat is nu 2 minuten? We gaan toch vaak zo gemakkelijk weer over tot de orde van de dag, van elke dag. De vlag die half stok hing, wordt morgen weer ten top gehesen en we maken ons klaar om feest te vieren. Daar is natuurlijk niets mis mee. Het is goed om onze vrijheid te vieren. Maar enkele maanden geleden waren wij in Jeruzalem in Yad Vashem. Het museum ter nagedachtenis aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Hier worden 6 miljoen Joden herdacht die in de vernietigingskampen van het naziregime zijn omgekomen. Indrukwekkend, aangrijpend, huiveringwekkend.
Elke schoolklas, elke militair in Israël is verplicht deze herdenkingsplaats minstens eenmaal te bezoeken. En dat is goed. Want we lazen op een van de monumenten: vergeetachtigheid leidt tot ballingschap. Herinnering is het begin van de verlossing. En op een andere plaats nog duidelijker: een volk dat zijn verleden vergeet, heeft geen toekomst. Herdenken in het heden heeft dus alles te maken met het verleden en met de toekomst. Zeker wel. Nu, 70 jaar na de bevrijding, is het opvallend dat er weer zoveel boeken verschijnen over de laatste wereldoorlog. Er zijn boekwinkels die een speciale tafel hiervoor hebben ingericht. Boeken over spectaculaire bevrijdingen en ontsnappingen. Boeken over ontbering en lijden en pijn. Wetenschappelijk gedocumenteerd, verzonnen of werkelijk gebeurd. Voor jong en oud over opoffering en heldenmoed. Maar wij eren bij de dode herdenking niet allerlei helden. Zeker niet. Want denk eraan dat ook verzetstrijders voor het vuurpeloton bang waren. En vergeet niet dat Joden, die tenslotte in de gaten kregen dat zij als slachtvee naar de gaskamers gedreven werden, door angst verlamd werden. Helden. Soldaten die waar en wanneer dan ook door vijandige kogels van het ene moment op het andere moment, die hebben de dood niet gezocht. En denk erom dat zij de gevechten graag zouden overleefd hebben. Helden, o zeker, er zijn in het verzet heldhaftige daden verricht. We lezen in deze dagen spannende verhalen over moed en opoffering. Maar de slachtoffers voelden zich bepaald niet altijd helden. En toch gaven zij alles wat ze hadden. Zij gaven het hoogste. Zij gaven hun leven. Daaruit moeten we leren dat vrijheid en vrede duur is. Dat is de les voor de toekomst. We kunnen ons afvragen waar al die vijandschap, haat en nijd vandaan komt. Al die onvrede. Zou het ten diepste niet te maken hebben met afgunst en jaloezie? De ander heeft meer. De ander heeft het beter dan ik. Of de ander gelooft niet wat ik geloof. Of hij gelooft op een andere manier. Ach, wij kennen allemaal wel het Joodse woord voor vrede. Shalom. Dat betekent letterlijk evenwicht. Denk maar aan een ouderwetse weegschaal. Een balans met twee schalen. En als er op beide schalen evenveel ligt, dan is die weegschaal in balans, zoals dat heet. Shalom. Als dat wat je hebt en dat wat je wilt in evenwicht is, dan ben je te vrede.